En Madena staat hier met Myrtle Groenhart. Myrtle, we spraken elkaar een paar weken geleden. Hoe is je voorbereiding daarna gegaan? Heel goed. Strakke voorbereiding, helemaal klaar. Ja. Je staat weer even te popelen natuurlijk om te vechten. Het is alweer eventjes geleden. Hoeveel zin heb je erin? Heel veel zin. De laatste keer was het februari, dus ik heb er heel veel zin in. Ja, je gaf toen al aan dat je toch even wat extra rust wilde pakken, omdat het misschien te vaak achter elkaar is geweest. Merk je ook dat je lichaam nu anders reageert na die rust? Oh, zeker, zeker. Dus ik, zelf geestelijk ook. Hongerig, voel me goed. Dus dat is wel heel belangrijk. Je vertelde net in de persconferentie over het mediteren. Jiraiya deed daar een beetje lachend over, maar we weten dat je dat eigenlijk wel vaker doet. Sinds wanneer ben je er eigenlijk mee begonnen? Wanneer was dat? Dacht ik in 2012 denk ik dat ik ermee ben begonnen. Ja, 2012 won ik de K1. Hij deed er lachend over, maar mediteren, ja, wat is... Hij weet denk ik het kern niet van mediteren, dat weet hij niet, want hij is moslim, dus hij mediteert ook. Maar dus hij doet er wel lacherig over, maar als jij naar God bidt en je bent in jezelf, mediteer je ook. Dus ja, stom van dat hij daarom moet lachen. Als we even terugkijken naar de stare-down van net, wat zag je? Dat hij er zin in had. En dat kreeg ik ook zin in. Ik wou dat zien, ik wil dat zien. Ik wil dat hij er 29ste ook zin in hebt. Geeft dat jou net even die extra prikkel die je nodig hebt, zo'n stare-down? Oh, zeker wel. Ja, ik had het al, maar nu als ik hem heb gezien in zijn ogen heb kunnen kijken. En die dingen die hij heeft gezegd, en dan kon ik hem strak in zijn ogen kijken, weet je. Dus dat was eventjes extra. Was lekker. Ik kan me voorstellen, de laatste week is natuurlijk scherp trainen. Ik kan me voorstellen, na zo'n stare-down, dat je best wel vol adrenaline zit en misschien te hard wil gaan in de sportschool, of valt dat mee? Nee, valt mee. Valt mee. We gaan niet sparren vanavond. Ja, het is wel sparren vanavond. Het is donderdag, hè? Ga je ook zelf sparren of niet? Ja, ik denk het wel. Myrtle, we weten genoeg. Dankjewel. Dankjewel.